En hij ontplofte gewoon. Ik moest hem loslaten, want ik zag echt een hoef op me afkomen. Wat een hertje. En ze heeft mij dus gevraagd of ik mee wil naar Australië, naar Sydney. En oh my god. Maar ik heb rozen gekregen. Hoi allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag mijn verjaardag. En ik ben met... Wat? Oh echt? Ik ben met Juliette. Ik ga vandaag iets heel leuks doen. We staan hier zo op bij de panorama. Misschien kennen jullie het wel van video's lang geleden. Dit is een paddock, daar kan je je paarden inzetten. En eigenlijk is de bedoeling dat we met de paarden gingen rijden, dat we hier gingen lunchen. En dan kon je de paarden natuurlijk hier neerzetten. Dat hebben Marleen en ik vroeger ook vaak gedaan. En met de speurtocht hebben we dat een keer gedaan. En dan weer zeg maar zouden rijden. Alleen, ik weet zeker dat de paarden gaan rollen zodra dat is. En ik vind het nu nog een beetje te koud en te nat, zeg maar. We hebben dan ook natuurlijk helemaal geen borstel bij ons of zo. Dus we dachten, dat doen we aan het eind. Dan is dit soort van ons eindpunt. Dan gaan we eerst rijden en dan eten. Maar we hebben echt heel veel honger, dus we gaan gewoon eerst eten. En ander heel leuk nieuws, wat dus ook een beetje ermee te maken heeft. Sjoeltje. Oh, is vandaag bij ons op stal staan met Sjorsie. We hebben hier Sjors en Martje natuurlijk. En dan gaan we eens dus lekker buiten rijden. En Sjors die stond... hoe lang heb je daar gestaan? 2 maandjes of zo? Ja, nog niet eens. Nog niet eens 2 maanden. Was ze van stal verhuisd. En toen stond hij daar dus 24/7 op stal. Daar is Sjors helemaal niet het paard voor. Daar is geen enkel paard het paard voor. Maar Sjors is zo irritant geworden. Hij is ook in zijn puberteit. En hij vindt het echt helemaal niet fijn. Dus Sjors wilde echt al super lang heel graag van stal weg weer. Maar het is best wel moeilijk om hier in de omgeving een 24/7 plekje te zoeken. Liefst ook een beetje bij het bos. En natuurlijk ook nog gewoon fijne bak en zo. Je hebt wel wat stallen, maar die zaten allemaal vol. Dus had ik aan Astrid gevraagd van, joh, kan die niet bij ons op het 24/7 wei? Want wij hebben ook een 24/7 wei, maar die heeft ook geen schuilmogelijkheden. En daar wil ze eigenlijk mee stoppen. Dus ik zei zo tegen haar van, ja, ze moet voor één, want ze had al voor 1 maart de stal opgezet. Omdat ze eigenlijk naar iemand anders zou gaan, maar dat zou toen weer niet doorgaan en zo. Dus had wel een beetje nood achter. En met wel op het oog dat als er bijvoorbeeld een stal bij ons vrijkomt, want we hebben ook geen stallen vrij, dat ze dan bijvoorbeeld die stal zou krijgen. Dus Astrid zei, ja, ik wil eigenlijk inderdaad niet meer de 24/7 bij voortzetten. Maar als je inderdaad met het oog op een stal dan hier blijft, dan kunnen we dat wel doen. Dus Sjors gaat van de 24/7 stal naar 24/7 weiland. Dat zal een hele verandering voor hem zijn. We hebben hem net toen even losgegooid, want dat kon ook niet helemaal bij haar op stal. Dus hij is echt zo vol energie. En toen ging ik dus even met hem in de bak wandelen. En toen kwam er dus een paard die gewoon aan het rijden was. Die galoppeerde zeg maar langs. Echt nog op 5 meter afstand van Sjors of zo. En hij ontplofte gewoon. Ik moest hem loslaten, want ik zag echt een hoef op me afkomen. Ik heb ook een klein beetje van een brandplaatje op mijn vinger, omdat dat touw er doorheen ging. Dus daarom dachten we, anders gaan we eerst eten, want wij hebben honger. En dan kan Sjors even lekker in het paddockje staan. Dan kan hij even lekker zijn beentjes trekken voordat Sjors straks ontploft terwijl Sjoe erop zit. Ja, oh mijn god. Ik ga bitloos. Ja, dus, we gaan allebei bitloos. Dus, kijk hoe lief Martje erbij staat. Poepetje is het. Dus we gaan even paardjes uithalen en in de paddock zetten. Nou Sjors, nu heb je de kans. Lekker gras, poepie. Lief hè, Mar? Lief hè? Oh. Lekker ding. Met een popje. Heel goed met zijn oogje gaat. Wat een ruimte in één keer, Sjors. Ja. Wij gaan even lekker pancake. Ik moet even mijn trailer dicht doen nog. Wij zitten in de panoramahoeve. Sjoe heeft echt een pizza op een pannenkoek. Dit is een pannenkoekpizza. Ik heb gewoon lekker naturel. Vroeger nam ik altijd spek, maar dat kan ik natuurlijk nu niet meer nemen. Maar ik doe er wel poedersuiker aan stoppen. Eet smakelijk! Ja, ik sta lekker chill te eten. Oh, dat is leuk. Hey, boekje. Boekjes! Hallo! Ze negeren ons echt zo hard. Nou, dan gaan we lekker buiten rijden. Poepjes staan allebei aan de trailer vast. Dus let's poets en let's opzadel. Mensen, hoe schattig, hè? We zijn helemaal opgezadeld. Sjoe staat daar met Sjors. We hebben hier Martje. Kijk, hij heeft het nieuwe hoofdstel om van Nalanta. Ik denk dat hij zo wel goed zit. Dit is het enige zwarte hoofdstel voor hem. Oh, wat erg, Mar. Ik heb gezegd dat er nooit zwart bij omkomt. Maar voor deze wilde ik een uitzondering maken. Maar zodra het bruin is, wil ik die hebben. Hé, dus ga even kijken hoe dat gaat werken dit. Hè? Maar hij is wel heel mooi.
Ik heb een GoPro op. Het is geniet van de GoPro beelden. Every change has a reason. Baby, let it come to you. Every soul, every season lives outside of status quo. If we stop believing we're meant to be, expanding our abilities. If the passion's gone, we are doing it wrong. Baby, you and I, baby, you and I should start living now. With the whole world at our feet, we could stay or we could leave. There is nothing in between. So baby, we should start living now. 'Cause we only have this life. Wanna laugh and wanna cry. I don't wanna waste my time. So baby, we should start living now. Baby, we should start living now. We are close. Die niet gaan rollen, maar liep echt in een rechte lijn naar de paddock toe, alsof die echt zei: ik ga rollen hier, zo gewoon terwijl die roze er nog omheen zat en zo. Kijk naar rollen, kinders. Lekker rollen. Het is niet echt ideaal rolzand, er zitten wat steentjes tussen, maar beter niet. Je mag, echt waar. Je mag rollen, liefje. Hallo. Oh, ben je goed. Wij zijn terug op stal. We hebben de paardjes alvast even geborsteld. Want we hadden natuurlijk gerold in die paddock. En eventjes de dekjes omgedaan. Maar even snel op stal gezet. Want we gaan George nu zijn nieuwe wei zetten. Maaike die liep hier ergens net. Die gaat eventjes vertellen in welke wei die moet. Want het wordt over 2 uur zo donker. En ze hebben liever niet dat een nieuw paard bij komt. En een nieuwe kudde als het straks zeg maar gelijk wat donker wordt. Dus liever doet ze dat morgenochtend. Dus hij moet nu nog eventjes ergens anders staan. Ik heb geen idee. We gaan het filmen. Mijn vriendje. Ja, loop maar schatje. Ik doe alleen even achter je dicht. Oh, daar gaat hij. Oh, dat is wel top als we even kunnen neuzen met een draadje ertussen voor morgen. Ja, dat is waar. Nou, hij doet niet boos tegen hem.
Oh, Olly komt ook gelijk even kijken, de andere Olly. En dat zit wel goed voor morgen, volgens mij, hè? Ja! Te vroeg gesproken. Die benen, joh, van die tinker. Mijn goeie. Oh, daar komt die kleine aan in de verte. Daar is een klein stipje. Wat staat daar? Wat een ruimte in één keer voor hem. Wat een hertje. Die kleine. Lieve George. Jeetje, kijk maar leuk. Oh ja, die kleine kat gaat er onderdoor. Ik wil daarbij. Ik ben weer alleen. Oh, kijk nou. Wat een mongel. Kijk, hij gaat echt zo onderdoor. Woehoe. Wat schattig dit. Oh, George, ben je er alleen? Oh, die benen. Oh, nee, dat gaat weer. Nou, ik ben benieuwd wat hij er morgen bij moet. Ik heb bitloos gereden buiten. George, die zal morgen wel kapot zijn. Van 2 maanden lang 24/7 in stal. Naar een beurtrit van 3 uur. En deze gigantische wei. Heerlijk. Love it. Ik hoop dat het ook goed gaat natuurlijk. Want het is best wel een week in overgang. Er staat hier niet zo heel veel gras op. Dus qua koliekachtig of zo zal het wel meevallen. Ja, het waait hier natuurlijk wel een beetje. Ja. Maar het wordt de komende week echt super lekker weer. Dus dat zal allemaal wel meevallen. En je zal ook wel moe zijn de komende tijd, hè? Want 24/7 dat eist best wel veel kracht van het paard. Omdat ze natuurlijk veel meer oplettend moeten zijn en veel meer beweging hebben. Dus Julie laat hem ook sowieso de komende 2 dagen met rust. En ja, dat moet natuurlijk gewoon wennen worden. Conditie opbouwen. Poppetjes! Jullie zien er blij uit om elkaar te zien. Nee, want je? Ja. Obby, klein beetje lamaatje. Ik heb maar 1 touwtje, dus de ander moet even meegenomen worden. Aan de halster. Aan de halster. Ja. En dan ben jij. Succes. Wat is er? Ik heb niks voor je. Ja, ik heb eten, maar dat ligt in jullie stalletjes. Okay. Zo. Kom maar. Is het lekker? Oh, lekker eten en een lekkere schone stal. Deze door Sjoel gedaan. Want Sjoel heeft natuurlijk nu geen stal, dus hij aantrekt zijn aflikverschijnselen. En hier hebben we Otjes, het schone stalletje, en ze eten. Het gaat trouwens steeds beter met Oddebolletje in zijn stal. Hij heeft bij mij in ieder geval niet meer gedaan dat hij zo boos gaat doen en zeg maar gaat lopen dreigen. Hij is eigenlijk wel lief, maar ik probeer iets meer op te voeden in zijn stal. Dus hem echt pas los te laten als hij gewoon braaf staat te wachten en zo. En we doen natuurlijk ook wel weer iets meer buiten de stal om. Hè. We doen steeds meer lange lijnen en dan zadeltje op en zo. Dus volgens mij is hij gewoon wel weer blij. Lekker wandelen met de trailer en zo. Wandelen met de trailer. Ja, dat kan ook, hè? Dat kan ook, dat kan ook. Toen ik aankwam hier op stal vanochtend, toen we de trailer gingen halen en Marley ging halen om shorts op te halen. Nee, Marley. Marley. Ik wil ook nog zo eentje voor Olly een keer laten maken, maar daar ben ik een beetje lui voor. Marley. Maar ik kreeg elke week 3 balen vlas. Maar ik was ook dus tegen Wim gezegd van, Wim, ben je vierdagjarig is? Ik ben helemaal leuk. En toen zei dus net van, nou, voor omdat je vierdagjarig bent, mag je een extra bal flas pakken. Dus yes. Oké, we gaan even de trailer terugzetten. Wij zijn thuis. En Sjoel had deze gisteren meegenomen. Hoe heet die dingen? Slagroom, sushi, zo? Ik heb hem niet op de doos weggegooid. Ja, dat is wel klaar. Om die elf op. Oh, moorkop sushi. Moorkop sushi. Nom. Goedenavond allemaal, we zijn een paar uurtjes verder. Het is namelijk 11:55, dus ik ben officieel niet meer jarig. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Jullie hebben natuurlijk meegenomen in het buitenritje met Sjoel. En ik heb net lekker met Esmee gegeten bij Lekker in Soest. Daar werkt haar vriend, dus daar gaan we best wel vaak eten. Het is echt super lekker. Ik zal even reclame maken, maar voor volgens mij €22,50 heb je daar 3 gangen diner. En echt super lekker en super veel, want ik krijg niet vaak, zeg maar, niet al mijn eten op. Maar hier krijg ik nooit al mijn eten op. Maar ik
sta hier voor een heel mooi groot pakketje. Want die heb ik net nog even snel opgehaald bij Anne Claire van Top Fit Horse Shop. Ik denk dat de meesten het wel weten. Maar zowel mijn dressuursingel als mijn springsingel komen bij haar vandaan. En ik ben er hartstikke blij mee. Heel tevreden over. En ze hebben dus nu een nieuw soort van single uitgebracht. Ze hadden hem al in het zwart. En dat is de veelzijdigheidssingel. Het is in principe hetzelfde als een springsingel. Maar mijn springsingel heeft natuurlijk een buikflap. En eigenlijk heeft Marley dat niet echt nodig. Maar ze had toen de tijd geen andere single. En ze had deze heel lang in het zwart. En ze hebben hem dus nu in het bruin gekregen. Dus ik ga hem even samen met jullie unboxen. Ik vind het überhaupt geweldig dat hij al helemaal in zo'n doos aankomt. Alsof er laarzen in horen te zitten, weet je wel. Prachtig papier. En oh, daar is de single. Hij is zo, zo vreselijk mooi. Oh, love it echt. Kijk, dit is van Top Fit Horse Shop. Een logootje staat er ook op. Het is zo'n lekkere single. Hij is ook zo lekker flexibel. Love it. De single is in principe voor Olympus bedoeld. Maar Marley en Olympus hebben dezelfde single maat. Wat echt heel raar is aan de ene kant. Omdat Olly 20 centimeter groter is dan Marley. Maar maakt niet uit. Alleen maar top natuurlijk. Maar deze is dus voor... Oh, ik ben er zo blij mee. Hij is zo mooi. En ik moet zeggen... deze singles... Ja, ze zien er ook wel zo uit. Die zijn wat duurder dan de gemiddelde single. Maar ze zijn echt top. En dat is echt met best wel veel dingen die ik heb. Ik heb natuurlijk een jeansteer op cap, een jeansteer op beugels. Top Fit Horse Shop single. Aangemeten zadels. Ik ben best wel natuurlijk mijn collectie aan de top aan het brengen, om het zo te zeggen. Maar ik koop liever, of nou, deze heb ik dan gekregen, een single of een hoofdstel of een cap of wat dan ook van... wat meer geld, dat die heel goed is en er mooi uitziet en heel lang meegaat, dan dat ik iets goedkoopers koop en dat na een jaar bijvoorbeeld alweer kapot is. Of scheurtjes inkomen of nou, gekke dingen mee gebeuren of zo. Dus ik ben hier zo blij mee. Ik voel me echt, sowieso voel ik me al jarig omdat het gewoon vandaag heel erg leuk was. En ik heb natuurlijk echt gigantisch veel felicitaties op Instagram en YouTube heb gekregen, waar ik jullie heel erg voor wil bedanken. Maar ook omdat ik natuurlijk gisteren dat hoofdstel heb gekregen van Jesse. Is dat een soort van cadeautje. Ik heb deze single dan nu gekregen van Top Fit Horse Shop. En dat is ook natuurlijk een soort cadeautje. Het is, ik zou het allebei al sowieso krijgen. Dus het is gewoon nu toevallig dat het mijn verjaardag een soort van binnenkomt. Dat het dan als een soort van cadeautje voelt. En ik weet niet of ik het mag zeggen. Maar ik heb echt zo vet nieuws. Jullie kennen Carmen wel van Axe. Dat vind ik het heel erg op Marley lijkt. En Carmen was dus hier laatst om gewoon gezellig te eten met Short. En toen vertelde ze iets waarvoor ze een soort sollicitatie moest doen voor een opdracht. En voor die opdracht zou ze naar Australië toe moeten, een week lang. En toen vertelde ze van hoeveel zin ze had in die sollicitatie. En dat ze zou hopen dat ze aangenomen werd voor die opdracht. En ze belde me dus vandaag dat ze aangenomen voor is. Maar dat ze nog echt iets super vets had. Namelijk dat ze iemand mogen meenemen op de kosten van de organisatie. Want zij moet daar dus ook filmen en mensen interviewen. Dus toen zei de organisatie ook van, mocht je iemand mee willen nemen die jou kan helpen met filmen, die bijvoorbeeld de camera voor jou vasthoudt als jij bijvoorbeeld iemand aan het interviewen bent, dan mag dat en die mag gewoon voor op onze kosten mee. En ze heeft mij dus gevraagd of ik mee wil naar Australië, naar Sydney. En oh my god, ik vind het zo bizar dat ze mij daarvoor heeft gevraagd. En ik zeg zo van, oké, voordat ik echt mega enthousiast ga reageren, laat me even naar de datum kijken. En ik kon. En we boeken waarschijnlijk een paar dagen van tevoren en een paar dagen daarna. Zodat we ook al even tijd hebben om daar nog een beetje rond te kunnen kijken. En misschien nog wat leuke dingen te doen. Dat is dan wel op onze eigen kosten, zeg maar, die extra overnachtingen. Maar in principe voor de vliegtickets maakt het niks uit wanneer die geboekt worden. Dus... ik ga naar Australië toe voor een paar maanden, voor 2 weken. Oh, zoveel zin in. Het lijkt me echt heel vet om er samen met Carmen naartoe te gaan. Dat was echt ook echt een heel leuk soort van verjaardagscadeautje om te horen dat ze me daar mee naartoe wil nemen. Dus ik vind het heel erg jammer dat Sjoerd natuurlijk vandaag er niet bij was. Die is eergisteren weer vertrokken naar zee. Dus dat is best wel vervelend. Vorig jaar was hij ook al niet op mijn verjaardag, omdat hij toen ook op zee zat. Dat was volgens mij nog stage toen. En nu zit hij dus weer op zee met mijn verjaardag. Dus dat vind ik best wel een beetje jammer. Dat ja, kan ik niet zo goed hebben. Maar ja, daar is natuurlijk ook niks aan te doen. Hij was ook niet met kerst en oud en nieuw.
Dus het gaat weer 5 weken duren voordat hij weer terug is. Voor de rest had Sjoerd wel nog een cadeautje voor me. Maar die zou dus vandaag binnenkomen. Maar ja, ik was de hele dag niet thuis. En hij zei dus dat er een briefje in onze briefbus was achtergelaten. Dat ik een nieuwe bezorgafspraak kan maken. Maar er is geen briefje in mijn brievenbus. Dus ik moet daar even morgen achteraan gaan. Maar ik ben best wel weinig thuis eigenlijk de komende tijd. Dus ja, ik ben morgenochtend eigenlijk tot en met 5 uur ben ik heel de dag thuis. Maar ik denk niet als ik morgenochtend bel, dat ze hem dan nog dezelfde dag komen bezorgen. Ja, dus dan ga ik nog even achterna. En dat lijkt me wel leuk om dat nog even bij deze video toe te voegen. Dus ik zie jullie wanneer ik Sjoerd zijn cadeautje binnen heb. Ik heb er bijna heel de dag op moeten wachten. Maar ik heb ook een pakketje binnen. En die komt van Sjoerd af. Oh, dit is zo lief. Ik ga hem gewoon voorlezen, want het is echt schattig. Hey Fee, je dacht vast dat ze nooit meer zouden komen, maar hier zijn je rozen. Ik had met Valentijnsdag als Sjoerd echt super lieve dingen gedaan, zoals een ontbijtje voor me gemaakt en zo. Maar ik wil echt al zo lang zo graag rozen hebben. Dat lijkt me zo leuk om op Valentijnsdag te krijgen. Dus ik had echt een beetje gezegd, maar ik krijg nou mijn rozen en zo. Ik wilde er eigenlijk 23 doen, 1 voor ieder jaar. Maar dat mocht niet van Greets, dus heb ik het er maar afgerond naar 30. Nu ben je eindelijk ook 23. En wat mag ik je trots zijn op wat je al bereikt hebt en wie je geworden bent. En wat ben ik trots dat je mijn vriendin bent. Sorry dat ik er nu niet ben, maar ik beloof dat ik het goed maak als ik weer terug ben. Liefst Sjoerd. Ha! 30 rozen! Oh my god. Hoe haal ik dit eruit? Zit het op deze manier? Oh, er zit een soort hoofdbaas. Iets onder. Kan ik het daarin houden? Weet ik niet, maar ik heb rozen gekregen. Daar staan ze. Ik heb ze neergezet. Zijn zo mooi. Bij deze ga ik dan ook gelijk maar even de video afsluiten. Ik ben natuurlijk al een dag niet meer jarig, maar ik wilde gewoon heel graag het cadeautje van Sjoerd er nog bij doen. Nogmaals, iedereen bedankt voor alle felicitaties en lieve berichtjes. En de video is een beetje rommelig geworden, maar ik hoop dat jullie hem alsnog leuk vinden. En dan zie ik jullie gewoon binnenkort weer met een nieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer weer. Doei!